Morgen allemaal. Ik denk dat we maar gewoon beginnen. Er zullen vast nog mensen allemaal binnendruppelen. Ik ben Michelle Talsma en ik zit dit webinar voor. Ik heb een aantal huishoudelijke mededelingen. Die staan ook al in de chat. Dat is het verzoek om de camera uit te zetten in verband met de datastromen. Het geluid uit. En verder wordt deze bijeenkomst opgenomen. Als je dat heel vervelend vindt, ja, dan vrees ik dat je de bijeenkomst moet verlaten. Je kunt hem dan later nog terugkijken. Als je vragen hebt, zet ze in de chat. Dan lopen we die na de presentatie af. Dat waren even de mededelingen. Wat mij betreft kunnen we beginnen dus nu. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik zie mezelf trouwens niet meer in beeld. Maar ik begin gewoon. Dus ik ben Michelle Talsma, ik ben programmamanager watersystemen bij de STOA. En daar is ook een kennisprogramma Veen en Waterbeheer, waar ik zo meteen iets meer over zal vertellen. Nou ja, het is een beetje feest vandaag, want we gaan het hebben over de Veenweidesloot van de toekomst. En dat is afgekort feest, maar dan met een V. Nou, we hebben verschillende sprekers van jullie benaderd die bezig zijn met dat kennisprogramma Feest. En ik moet ook even vooraf zeggen van dat het feestprogramma of project nog niet klaar is, maar dat het een soort tussenstand is. En dat we jullie in ieder geval willen informeren over de stand van zaken, hoe het nu is. Even kijken of ik nog iets vergeten ben. Nou, misschien ook eventjes de achtergrond van dit project, waarom we dit doen. Nou, het gaat dus over de Veenweidesloot van de toekomst. Nou, wat ik al zeg, het gaat over veenweide. Zoals jullie weten, is een weide bedoeld voor gras voor koeien. En we zitten nu te kijken van ja, moet dat beheer in die veenweide toch niet anders? Want nee, door de toch wel wat lage grondwaterstanden komen er veel broeikasgassen vrij en verbrandt als het ware de bovenlaag van het veen. Dus ze zijn eigenlijk met z'n allen op zoek naar ander waterbeheer, zodat je minder verbranding van het veen en veraarding krijgt. Nou, een van die vragen is bijvoorbeeld dan ook van, ja, wat nou als je dan de grondwaterstand gaat verhogen in de percelen? Wat betekent dat dan voor de waterkwaliteit? Dus daar gaat deze sessie over. En hier gaat dus ook nou ja, het feestprogramma over. Nou, ik noemde net al heel kort even, er is een STOA-kennisprogramma Veen. Daarin staan zeven vragen centraal. En omdat we onze achterban met name waterschappen zijn, focussen we ons dus heel erg op die watervragen. Nou, een van die vragen die begint eigenlijk met, ja, hoe zit het nou eigenlijk met die bodembeweging? En de andere vraag is van, ja, wat is dan de ideale grondwaterstand, oppervlaktewaterstand om die broeikasgasemissies te beperken? Nou, wat betekent dat dan voor het peilbeheer? Dat is die derde vraag. En die andere vragen gaan eigenlijk ook met name over, ja, wat zijn dan effecten van maatregelen? Nou, wat ik al zei, van als je de grondwaterstand verhoogt en je hebt te maken met toch wel vaak veraard veen, wat betekent dat dan voor de waterkwaliteit? En nou, we hopen dat die vraag ook voor een deel opgelost wordt met het feestprogramma. Nou, andere vragen waar we mee bezig zijn is van, nou, hoe zit het eigenlijk met ja, de instrumenten die waterbeheerders ter beschikking hebben staan in het veengebied? En ja, welke beleidsruimte is er dan? En dat is eigenlijk die zevende vraag. Maar we gaan het dus vandaag hebben over wat zijn dan de effecten van maatregelen op de waterkwaliteit. En we beginnen met de eerste sprekerijk. Dat is Debbie van Rotterdam. Ik weet niet of Debbie er al is, vast wel. Die zit te popelen om haar presentatie te houden. Ja, ik ben er hoor, maar Michel. Goed zo. Ja, Debbie, ik heb ook gehoord dat jij een van de initiatiefnemers bent van dit feestprogramma. Kun je iets vertellen over waarom je dacht, nou, ik moet dit initiatief nemen? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal het initiatief heb genomen, maar dat waren Frank Lensink en Erik Jansen. En die hebben mij erbij betrokken. Dat heb ik met heel veel enthousiasme opgepakt, omdat ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. De Veenweidesloot heeft enorm veel kansen,
voor biodiversiteit in de sloot, maar ook op de oever. En er zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken. Dus de aanleiding was voor mij dat ik een onderzoek had gedaan met een aantal mensen naar oeverafkalving. Mm-hmm. En daar kwamen verschillende werelden bij elkaar. En toen kwam ook naar voren hoe complex het eigenlijk is, die Veenweidesloot. Je denkt, als je er langs loopt, dan zie je gewoon wat water en wat groen eromheen. Maar als je dan wat nauwkeuriger gaat kijken, dan blijkt het gewoon best een complex systeem te zijn. Met niet heel antwoorden voor bijvoorbeeld, wat is de oorzaak voor afkalving en wat zijn dan oplossingsrichtingen? Nou, die bleek dan, de oplossingsrichting bleek dan wel heel makkelijk te formuleren, maar hoe je dat dan bereikt is weer wat ingewikkelder. Okay, dus in die zin dachten we van oké, er zijn dus en verschillende partijen, er zijn heel veel kansen, dus laten we het opschalen. Heel goed. Nou, je bent ook best bescheiden. Je noemt nu al meteen anderen. Dat siert jou heel erg. Dus, maar ja, je gaat namens de anderen toch nu het verhaal houden over feest. En nou ja, wat je ontdekt hebt. Eigenlijk in de verkenningsfase. Hè? Want daar gaat het nu om. Hè? Ja, klopt. Okay. Nou, je hebt een presentatie, weet ik. Dus kom maar op, zou ik zeggen. Ik ga hem delen. Kijk. Dus jullie zien als het goed is allemaal de presentatie. Ja, fijn. Nou, als eerste, we hebben het al een paar keer genoemd, verkenningsfase. Dus we hadden een heel groot plan van aanpak gemaakt. Maar door de complexiteit van het geheel en het feit dat je maar een aantal jaar een pilot mag of een project kan draaien, moet je ook proberen dan in die paar jaar dat je hebt zo effectief mogelijk die proeven in te richten. Dus we hebben gedacht van, nou, voordat we die uitvoeringsfase gaan doen, is het belangrijk om goed op te halen wat is er al bekend. Uit literatuur, maar vooral ook uit ervaring. Dus waar hebben we het over als we het over de Veenweidesloot van de toekomst hebben? Wat is de variatie als we kijken naar Nederland? Wat zijn dan wensbeelden? Als we het hebben over beheer, hoe kunnen we met beheer die wensbeelden bereiken? En hoe zou je dan dat op een goede manier moeten meten, zodat je alle factoren die van belang zijn goed in beeld krijgt? En dat heeft dus ook geleid tot een nauwkeuriger plan van aanpak voor de uitvoeringsfase. Dus als we dan kijken naar de uitvoeringsfase, hebben we verschillende werkpakketten. Daar ga ik zo over wat meer over vertellen. Maar als we het hebben over de webinar waar we van vanochtend, dan zal ik een inleiding geven over het project als geheel. Daarna komt Michiel Verhofstadt van Floron. Die gaat jullie door de belangrijkste resultaten van de verkenningsfase heen leiden. En Laura Moria die gaat iets vertellen over de praktijk. Dus hoe zien die Veenweidesloten eruit? Wat is de variatie en wat zijn de eerste resultaten uit de uitvoeringsfase? En wat betekent dit nu voor beheer en onderhoud? En als laatste komen we nog even terug op WP3. Dus dat is de inbedding van deze resultaten in de praktijk. Want daar hebben we vooral ook jullie voor nodig. Dus het is super dat jullie er in zulke grote getalen zijn. En daarna of daarna luisteren naar deze webinar. Want jullie kunnen ook daarna bijdragen. Nou, ik zou dan wel bescheiden zijn. Maar het is toch zo dat we een heel team hebben die ervoor gezorgd hebben dat we deze resultaten allemaal met jullie kunnen delen. Dus onder leiding van Martijn Thijssen, die projectleider is van dit project, werkt Floron hier aan in de persoon van Michiel Verhofstadt, Marit van Santen en Elske Koppenaal. Juri Egas en Erik Jansen van het FIC zijn betrokken. Jolien Verwij van het Waterschap Amstelgooi en Vecht. En Laura Moria en ik vanuit NMI. Dus wat we presenteren komt van dit hele projectteam. En dan hebben we ook nog een klankbordgroep die ons van belangrijke feedback voorziet. Nou, de aanleiding, Michelle heeft het net al genoemd, er zijn een heleboel opgaves voor de landbouw, dat is niemand ontgaan. Als we dan inzoomen op de veenweide, dan gaat het over bodemdaling, broeikasgasemissies beperken. En omdat veelal het veenweide lager ligt dan de boezem en over de laatste decennia tot honderden jaren flink is gedaald, hebben we polders waar het watersysteem volledig gereguleerd is. Dus als je dan naar klimaatverandering kijkt, hoe kunnen we nou die water aan- en afvoer borgen, waarin we ook zorgen voor schoon water aan- en afvoer?
En op de lange termijn kom je dan met verziltingsproblematiek ook in aanraking. Dus al deze zaken hebben met vernatting te maken. Dus hogere pijlen, maar ook meer flexibele pijlen. Nou, als we dan een beetje inzoomen op die sloot en we kijken naar wat is de waterkwaliteit. En waterkwaliteit wordt gedefinieerd als ecologische waterkwaliteit in de KRW. Dus hoeveel planten leven er en wat is de diversiteit aan planten en dieren in een sloot? Dan is die over het algemeen ontoereikend tot slecht. En helaas, over de afgelopen jaren neemt die kwaliteit niet toe tot een situatie waarin we een goede waterkwaliteit hebben, wat het doel is van de KRW. Nou, wat zijn dan de meest beperkende factoren? Als we kijken naar de ecologische sleutelfactoren, dan is P-belasting een belangrijke in het veenweidegebied. Maar ook baggeraanwas, doorzicht en verwijdering. En verwijdering door de mens, maar ook door kreeft, zijn beperkende factoren voor die waterkwaliteit. Dan maak ik een link naar dat onderzoek naar oeverafkalving. Dus vanuit dat oeverafkalving, ging echt over erosie. En er kwam een aantal heel interessante inzichten naar voren. De aanleiding was vooral oeverafkalving van steile oevers. Dan heb je heel duidelijk in beeld, je loopt door het veld en je kunt zien van hé, hier gaat land zichtbaar verloren. Oké, waar komt dat dan door? En is het dan de schuld van het waterschap of is het de schuld van de beheerder? Maar wat veel interessanter was, is dat eigenlijk het grootste deel van het veenweidegebied eruit ziet zoals rechts op het plaatje. Dit zijn wel heel hoge pijlen hoor, voor sommige mensen worden hier een beetje ibbelig van. Maar erosie vindt hier vooral onder water plaats. Dus hier, ook hier is heel veel erosie, misschien wel meer dan op het plaatje links. Maar het is niet zo makkelijk zichtbaar, want het gebeurt van onder de waterlijn. Als we dan hebben over waarom vinden we dat dan een probleem? Nou, slipdikte, het habitat in de sloot is een belangrijke sleutelfactor voor je waterkwaliteit, voor de planten die daar groeien. Maar er gaat natuurlijk ook land verloren, zoals je hier links op het plaatje duidelijk ziet. Er komen ook met dat bodemmateriaal komen er nutriënten in je watersysteem terecht. En je krijgt dus een verslechtering van je bodem- en waterkwaliteit. Maar interessant genoeg krijg je dus ook broeikasgasemissies. Want de oever wordt bagger. Die bagger moet er weer, enerzijds als je hem laat zitten, dan krijg je daar broeikasgasemissies uit de sloot. Er is heel veel onderzoek naar gedaan vanuit onder andere Sarian Koster. Wat daar ook uitkomt is dat die CO2 en methaanemissies komen uit het slip. Maar als de waterkwaliteit slecht is, dan zijn de emissies hoger dan als er planten in de sloot zitten. Dus een goede waterkwaliteit is ook goed nieuws voor je broeikasgasemissies. En daarnaast leidt afkalving gewoon tot beheer- en onderhoudskosten. Plat gezegd. Nou, de oplossingsrichting, ik laat ze even allebei zien. Dus als je wil werken naar een stabiel slootprofiel, beperkte erosie, heb je een stevig wortelende vegetatie nodig. Dit is eigenlijk gewoon essentieel voor je opgaves en dat is ook onderdeel van je ecologische waterkwaliteit, uiteraard, is dat er vegetatie ook op je oever staat. Dus de emerse soorten, zoals dat in jargon wordt genoemd. En daarin heeft beheer gewoon een heel erg grote rol. Zoals je links ziet, is een sloot wat we noemen slootschonen. Dus hier is het nogal rigoureus geschoond. Je kunt zien dat je dan een ecologisch systeem eigenlijk jaarlijks compleet aan gort helpt. En dit leidt niet, nou, dit leidt heel kort tot een grotere waterdiepte. Maar dit leidt ook vooral tot verliezen. Verlies aan biodiversiteit, emissies van broeikasgassen en verlies aan waterkwaliteit. Als je nou naar het plaatje rechts kijkt, dat is een sloot waar al heel veel jaar terughoudend beheer is. Dus dat is dus de initiatiefnemers voor dit project onder andere, zijn betrokken bij KTC Zegveld. En het beheer van de sloten daar. En daar is eigenlijk gezegd, we gaan hier zo eigenlijk niks doen tenzij. Dus dit is een voorbeeld van hoe niets doen tenzij eruit ziet. En dan krijg je veel pitrus in de oever. Een pitrus heb ik in het meest rechtse plaatje onderin. Kun je zien hoe de wortelstelsel van pitrus eruit ziet. Dat is voor stabiliteit van je oevers een
heel prettige plant. En die wil je niet op je perceel. Dat kun je met gewoon agrarisch beheer, kun je die prima uit je perceel houden. Maar op de oever geeft hij dus heel veel stabiliteit. Maar de vraag blijft, hoe creëer je dit? Wat moet je nou precies doen? Waarom en wanneer? Dus de details over beheer en onderhoud. Dus wanneer ga je sloot schonen? Wanneer ga je baggeren? Hoe ga je je oevers maaien? Met welke machine? Zijn allemaal vragen die hier dan vervolgens uit voortkomen. Daarnaast hebben we dus een uitdaging met die hogere en flexibelere pijlen. Het plaatje hieronder laat zien dat een gebied dat de afgelopen jaar de pijlen flink zijn verhoogd vanwege de enorme hoeveelheid regen die gevallen is. Zie je links de sloot waar die wel geschoond is en rechts de sloot waar die niet geschoond is. En rechts is in mijn beleving geeft dat toch nog enige stabiliteit aan je oever. Nou, wat zijn dan de uitgangspunten van dit project? Dat is wel even belangrijk om met elkaar te delen. Is we hebben het over een agrarisch beheerde veenweide. Dus we hebben het niet over intensief agrarisch beheer. Dat is helemaal niet geen uitgangspunt, maar dat agrariërs het veenweidegebied beheren. Dat die slooppijlen hoger en flexibeler worden. En ons uitgangspunt is dat je met beheer, begeleid natuurlijk beheer, als basis hebt om een streefbeeld te bereiken. En dat ook dat beheer essentieel onderdeel is als je dus systeemveranderingen gaat doorvoeren. Zoals aanpassingen van pijl. Nou, daarnaast hebben we gedacht, omdat er zoveel factoren van invloed zijn op die waterkwaliteit. Er zijn 9 ecologische sleutelfactoren. Daarin is er ook nog een interactie tussen al die factoren. Het is niet een heel eenvoudig systeem. Dus we hadden gedacht van we moeten vooral aan de voorkant goed nadenken over welke dat je een uniform kader creëert waarin je de resultaten, welke resultaten ga je ophalen, maar ook hoe ga je die interpreteren in het kader van wensbeelden, risicofactoren en hoe je daarmee om kan gaan. En daarin is al heel veel bestaande kennis tussen de oren van heel veel mensen die in de praktijk werken. Dus die moeten we vooral ophalen en meenemen in dit onderzoek. Zodat we ook inzichten en afwegingskaders en producten krijgen waar de praktijk mee verder kan. Nou, wat willen we bereiken? Dat is denk ik dat is een beetje een open deur. Maar we willen dus wensbeelden definiëren van en kaders definiëren van hoe ziet zo'n veenweidesloter in het ideale plaatje eruit en een gestandardiseerd handelingsperspectief. Nou, wat zijn dan die onderzoeksvragen in meer detail? Dus je hebt een sloot, waar ga ik dan naar kijken? Hoe weeg ik die factoren die ik dan meet? Dus een uniform analysekader. En daarmee typeer je een sloot en de afstand tot het wensbeeld en de risico's die daar dan van toepassing zijn. En hoe kun je daar dan, dat is onderzoeksvraag 1, hoe kun je dan met beheer en onderhoud het wensbeeld bereiken? Nou, dan gaan we naar onderzoeksvraag 2. Dat is, wat gebeurt er nou als slooppijlen hoger worden? Hoe verandert nou je afstand tot je wensbeeld? Krijg je een heel nieuwe sloottyperen? Wat zijn de kansen en risico's? En als laatste de vraag, hoe kom je dan met overgangs- en eindbeheer alsnog tot een wensbeeld? Nou, het ziet er allemaal heel keurig, netjes en theoretisch uit dit. En we gaan straks zien hoe dat in de praktijk werkt. Dat is natuurlijk altijd wat weerbarstiger. Dus de verkenningsfase heb ik net al toegelicht, dat we dat vooral gebaseerd hebben op bestaande kennis. En de uitvoeringsfase, daar ga ik zo nog een paar woorden aan wijden voordat ik het doorgeef. En dat is, we hebben aan de ene kant inventarisatieonderzoek gedaan, dus echt in de praktijk op heel veel verschillende plekken gemeten aan de veenweidesloot en de relatie. Daar leggen we ook de relatie met beheer en onderhoud en het effect van vernatten. In WP2 hebben we kleine experimenten, voeren we daarin uit. Tweejarige experimenten waarin we met beheer en onderhoud variëren. En in WP3 betrekken we de praktijk. Als eerste die onderzoekslocaties, waar zijn we geweest? Dus we hebben 128 unieke locaties onderzocht bij 7 waterschappen. En rechts zie je een kaart
waar we zijn geweest. De experimenten, die zijn hele kleine, simpele proeven, waarin er heel vaak maar twee behandelingen zijn. Maar wat we geprobeerd hebben, is we hebben gezegd, we gaan naar 7 gebieden, verdeeld over het veenweidegebied. En in die 7 gebieden nemen we 2 tot 10 sloten. En daarmee proberen we ook de variatie in slootpeil binnen het gebied. Want geen enkel gebied is echt plat. Dus je hebt ook variatie in drooglegging binnen een gebied. Die variatie proberen we te gebruiken bij het opzetten van de proeven in WP2. Dus op meerdere plekken binnen zo'n gebied hebben we sloten met minimaal 2 behandelingen. En het simpelweg regulier beheer en minimaal beheer. Waarbij ook is afgerasterd. In sommige locaties worden er ook kreeften verwijderd. In een nabijgelegen sloot. En we hebben veel moeite gedaan om sloten te nemen die echt heel erg vergelijkbaar zijn. Want dat is ook nog een beetje een uitdaging. Er zijn nog een kleine aanvulling. Is dat er zijn een aantal natuurvriendelijke oevers. En in Hegewarren moesten we ontrasteren in plaats van afrasteren. Want daar waren alle sloten al afgerasterd. Nou, wat meten we? Allereerst hebben we alle algemene kenmerken van je sloot, oever, perceel. En maken we met interviews van beheerders inzicht in wat is het beheer en onderhoud van de afgelopen 5 jaar geweest in deze sloot. Wat meten we dan nog meer? We meten de vegetatie in verschillende zones in en rondom de sloot. Daar gaat Michiel Verhofstadt zo heel veel wat meer over in detail. We meten de samenstelling van het water, van het slip en van de oever. De slip meten we porivocht en we meten de vaste delen. En van de oever meten we op 2 dieptes, 0,25 en 2550, zodat we kunnen kijken van waar komt dat slip wat in de bodem ligt vandaan. Is dat echt toplaag of is dat van een diepere bodemlaag? En we nemen een bodemprofiel om de bodem te karteren tot 1 meter. We onderzoeken wat de onderholling is. Daar gaat ook Michiel straks wat meer over vertellen. En de indringingsweerstand van de oevers en percelen hebben we op 4 plekken bekeken. Dus wat is het op de indringingsweerstand op het perceel en 3 langs de oever. En dan is er, en dat zijn heel veel streepjes, dat is namelijk een GPS-stok. En daarmee hebben we het profiel van perceel tot en met de sloot in beeld gebracht. Waarin je niet alleen maar de water, maar ook de baggerdikte hebben gemeten. Nou, zo zien al die metingen eruit. Dus in het veld zijn er met een simpele meter een aantal metingen uitgevoerd aan water en slip. Dus dat is EC, temperatuur, maar ook redox en zuurstof en pH. En in het lab zijn natuurlijk de uitgebreide analyses gedaan. Nou, dat was wat ik jullie even wilde vertellen over de opzet van het onderzoek. Michiel Verhofstadt gaat zo wat meer vertellen over de verkenningsfase. En Laura over de link met de resultaten van de uitvoeringsfase. En dan kom ik daarna nog even bij jullie terug over WP3. Oké, nou, helder verhaal. Eigenlijk zeg je van, even heel platgeslagen van, een belangrijke sleutelfactor in de veenweidesloot is een stabiele oever. Ja. En nu zijn die vaak niet stabiel, omdat het dus veen is veraard, waardoor dus bagger ontstaat. En daar gaan jullie dus ook naar kijken, een van die factoren van hoe krijg je een stabielere oever met bijvoorbeeld vegetatie erin. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is ook de waar we het begin over hadden, van waar komt dit onderzoek vandaan? Mm-hmm. Dat was vooral de inzichten dat er heel veel erosie plaatsvindt vanuit de oever en ook vooral vanuit de onder de waterlijn, dus mm-hmm. waar we het niet zien, en dat die vegetatie essentieel is. Ja. Nou, heel goed dat je dan echt eens gekeken hebt onder die graszoden wat er allemaal gebeurt en wat er aan uitholling plaatsvindt. Want waterschappen vragen zich natuurlijk ook wel af, waar komt al die bagger vandaan? Nou, dit kan natuurlijk een van de oorzaken zijn, dat de bagger aanwas in veenweide sloten best wel groot is.
Nou, ik geloof dat er wat vragen in de chat zijn. Een van de vragen is van geen sloot is ook een sloot, heel plat gezegd. Nou ja, er zijn heel veel sloten in het Veenweide. Je kunt ook kiezen voor geen sloot. Wat vind je daarvan? Ja, dan wordt het moeras, dat kan. Ja. Maar je hebt wel, nou, het hangt van je gebruik af natuurlijk, hè? Maar in principe heb je als je gaat voor een terrestrische gebruik, dan zul je moeten ontwateren. En Ja. daarvoor heb je afwatering nodig, die dieper ligt dan het land. Ja, dat moet op een bepaalde manier geregeld worden. Ik zie dat Joost Samson zegt van we kunnen ook greppelen. Uiteindelijk moet het, dat kan, maar uiteindelijk moet er voldoende waterafvoer zijn. We hebben vrij smalle percelen over het algemeen in het Veenweide, in ieder geval in het Veenwestelijk Veenweidegebied, in het oostelijk of in Friesland zijn de percelen breder. Maar ja, en daar heb je dan, ja, je hebt voldoende afwatering nodig als je je land wel op wil. Ja. Dus als je land niet op wil en je wil ondiepe greppels, dat kan. Maar dan heb je minder draagkracht. Ja, en wat misschien ook wel speelt is van, ja, die verkaveling van die sloot heeft waarschijnlijk ook wel een cultuurhistorische waarde. Dus denk goed na voordat je van allerlei sloten dicht gaat gooien, die misschien al heel erg lang bestaan in het Veenweide. Ik zit even naar de chat te kijken of er nog andere vragen zijn. Ja, die verschillende veensoorten, vraagt Bianca Domhoff. Ja, daar wordt zeker wel rekening mee gehouden. Dat zul je straks ook zien. Ja. Oké, en één vraag gaat over pitrus. Waarom zouden we geen pitrus willen hebben? Nee, die... de KRW. Nou, omdat pitrus over het algemeen niet een emerse soort is. Dus voor KRW tel je de soorten die met hun wortels in de natte zone zitten, dus onder water. Ze moeten eigenlijk boven water uitkomen. Dus er moet een deel onder water zijn. En pitrus, die vindt het niet erg om af en toe onder water te staan, maar die zit over het algemeen net boven de waterlijn. Dus die telt dan, op die manier telt hij dan niet mee. Als hij onder de waterlijn zou zitten, dan zou die wel meetellen. Ja. Ja, bij de KW gaat het over de, tussen aanhalingsteken, echte waterplanten. En de pitrus is natuurlijk niet echt een waterplant, meer een oeverplant ook. Ja. Even kijken dan. Een vraag over de belangrijke processen. Vooral veel aandacht voor oeverafkalving. Wordt ook gekeken naar de P-belasting. Meet je ook de P-belasting in de sloot? Nee, we meten het niet omdat een P-belasting in de we meten hem indirect. Dus we meten hem niet als P-concentratie in het water. Nou, dat meten we trouwens wel. We meten wel P-concentratie in het water. Alleen. Wat veel belangrijker is dat we de P in het slib meten. Dus we meten de fosforgehalte in het porivocht van het slib. En we meten beschikbaar fosfaat en totaalfosfaat en ook ijzer en sulfaat in het slib. Sulfaat en ijzer meten we trouwens ook in het porivocht. En die zijn belangrijk voor de nalevering van fosfor. En de fosforgehalte concentraties in de sloot is een... is variabel over de tijd. Dus dat is een minder stabiele factor. En P-belasting gaat echt over concentraties keer hoeveelheid water. Dat meten we dus niet. Want we meten niet hoeveel water komt er van een perceel naar, naar de sloot toe. Maar indirect wordt P-belasting zeker meegenomen. En ook omdat we fingerprinting proberen te doen. Dus we proberen te kijken van waar komt het slib in de sloot vandaan. Hoe relateert zich dat tot de verschillende bodemdieptes, of de samenstelling van de bodem op verschillende dieptes op de oever? Dus wat is de herkomst van de fosfor in de sloot en in het slip van de sloot? En in hoeverre wordt het door processen in de sloot ook gemobiliseerd? Dus absoluut wel informatie over fosforbelasting in relatie tot ook de andere sleutelfactoren. Ja. Mooi. Nou, ik zie iemand een... Ja, wat is het? Iets. Ja, nou, iets van tevredenheid tonen. Geen duimpje, tonen. Maar iets met... Ja. Oké. Nou, dankjewel, Debbie. Ik kijk ook even naar de tijd. Ja. We zouden doorgaan naar de volgende spreker. Michiel Verhofstadt. Aquatisch ecoloog bij Floron. Ook lid van het team, het onderzoeksteam. Maar helaas is... Michiel er niet bij, want die ging naar Limburg en die ging paddenstoelen zoeken.
Maar hij heeft wel een hele mooie video gemaakt. Dus we willen wel hem per video zijn verhaal laten doen. Dus de video wordt zo gestart. En aan de hand van die video kunnen jullie nog vragen stellen. Dus wat mij betreft kan de video starten. Dankjewel. Mijn naam is Michiel Verhofstadt. Ik ben aquatisch ecoloog en teamleider bij Plorum, Floristisch Onderzoek Nederland. En ik zal nog iets meer vertellen over de zones die we hanteren in dit project, de wensbeelden die we hebben opgesteld en dan kort nog even wat over beheer. De zones. Een sloot is eigenlijk ook heeft een gradiënt van water naar land. Dit zien we in heel veel stilstaande wateren van nature, dat die zones ook best breed zijn. Dus dat je een graduele overgang van water naar land hebt. En dat zie je rechts bijvoorbeeld op het plaatje. Links zie je meer, en zoals bijvoorbeeld in een sloot vaak zie je een veel steilere overgang van land naar water. Waarbij er dan zo minder ruimte is voor allerlei moerasplanten om te groeien. Even de zones nog een keer. In het midden heb je de waterzone, dat zijn de zones waar de moerasplanten niet meer dominant zijn. Dat zei ik de eis daarvan. Als we dan meer naar het droge gaan, kom je in de oeverzone. Daar zijn de moerasplanten dominant. Dus allemaal planten die ook tijdelijk onder water kunnen staan. Als je dan nog droger komt, kom je in de terrestrische zone. En binnen dit project focussen we ook extra op het schuine deel rond de waterlijn, dus die oeverzone. Waarbij we niet alleen de oeverzone als geheel bekijken, maar ook eigenlijk opsplitsen in twee. Onder water heb je de zone 2a, dat is eigenlijk de zone waar de moerasplanten dominant zijn, maar die in de zomer onder water staat. Daarboven ligt zone 2b, zijn ook nog de moerasplanten dominant, maar dat is dan de zone die in de zomer droog staat. Nou, als je links nog eens naar dat steile plaatje kijkt, dan zie je dat omdat die planten vaak ook wat minder groeien, niet de hele oever is begroeid tot aan eigenlijk de onderwaterbodem, kan je daar ook onderholling krijgen. En dus uiteindelijk ook afkalving. Nou, dat is iets wat je eigenlijk het liefst wil voorkomen. Nou, we hebben ook wensbeelden opgesteld. Hoe ziet volgens ons de Vinnuwijdensloot sloot van de toekomst eruit? Nou, die heeft verschillende doelen. Zo heeft hij een goede ecologische water- en oeverkwaliteit. Stabiele oevers. Hij is bestand tegen hoger peil, wat nodig is dus om de bodemdaling tegen te gaan. En hij is ook bestand tegen klimaatverandering. Waarbij je eigenlijk ook nog het liefst de bijdrage die een sloot heeft aan klimaatverandering ook nog afneemt. Dus minder uitstoot bij de sloot. We hebben het hier ook al over sloten in agrarisch gebied, dus niet over sloten in natuurgebieden. Dus de agrarische gebruikswaarde van het aanliggend perceel moet ook gehandhaafd blijven, of moet in ieder geval mogelijk zijn. Nou, ik zal nu even die doelen wat één voor één langslopen en wat concreter maken. Let wel dat ik ook af en toe wat kengetallen noem, die we bijvoorbeeld aan de hand van literatuurstudie of veldbezoeken hebben opgesteld. Die kunnen natuurlijk nog wijzigen, hè, naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek. Dit onderzoek loopt volgend jaar ook nog, dus best kans dat er nog wat verandert. We meten namelijk heel veel in dit onderzoek. Maar helaas niet alles, hè. Bijvoorbeeld echte emissies van broeikasgassen kunnen we helaas niet meten. We meten wel proxies daarvoor, zoals redox, slipdikte en dat soort zaken. Wat we ons ook realiseren tijdens het opstellen van deze wensbeelden, is dat mogelijk ook lokaal keuzes gemaakt worden, dat ze niet altijd 100% verenigbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan, hè, als we die oever stabiel willen maken met de planten en door een bredere oeverzone, ja, dan ga je wel wat agrarisch land tijdelijk verliezen. Ook kan het zo zijn dat in zeer voedselrijke gebieden, dat de planten die daar de oever stabiel kunnen houden, misschien niet per se de planten zijn die ook voor een goede ecologische water- en oeverkwaliteit zorgen. Nou ja, dat soort spanningsvelden zijn mogelijk, maar dat weten we uiteraard pas zeker na dat project uitgevoerd. Het wensbeeld natuur. Wat bedoelen we daarmee? Nou, een goed ontwikkelde gradiënt van land naar water, zoals ik in het zonneplaatje ook liet zien. En dat is eigenlijk omdat dat best wel een meerwaarde voor biodiversiteit heeft. Je hebt verschillende maten van vochtigheid, van waterdieptes, waardoor je ook best wel veel soorten planten en dieren die kunnen daar een thuis vinden. Het is dan ook een leefgebied voor typische veen- en moerassoorten, die natuurlijk van oudsher in het veenweidegebied voorkomen. En als de kwaliteit goed is, kan je daarmee ook echt die groenblauwe dooradeling creëren, die we wel vaker noemen. Die dan ook kan dienen als regionale verbinding van verschillende populaties van dezelfde soort bijvoorbeeld. Nou, concreet kijken we ook naar de kwaliteit volgens de kaderrichtlijn watermaatlappen. En dan met name focussen we ons in dit project op oever- en waterplanten. Omdat, hè, als die in goede kwaliteit is, dan moeten daar ook
de randvoorwaarden voor geschikt zijn. Dus denk bijvoorbeeld ook aan de ecologische sleutelfactoren. En voor de plant specifiek gaat het dan ook om stabiele bodem. Niet een te dikke, dunne, natte sliplaag op de bodem. Daar kiemen ze en groeien ze gewoon niet goed in. De waterdiepte in het midden van de sloot moet ook eigenlijk 35 centimeter zijn. Of meer. Hè. Onderwaterplanten kunnen ook al bij 20 centimeter groeien. Maar dan zien we vaak een risico dat de moerasplanten... die kunnen dan ook nog groeien en die kunnen dan eigenlijk de hele sloot dicht groeien, waardoor die onderwaterplanten worden weggeconcurreerd omdat het gewoon te donker wordt. Nou, stabiele oevers. Nou, is redelijk duidelijk denk ik. Gewoon geen afkalving of erosie meer, dus ook die onderholling stoppen. En in sloten die nu te breed zijn geworden door afkalving zou het eigenlijk heel mooi zijn als we ook de processen van verlanding en veenopbouw terug kunnen zien. Stabiele oevers zit ook een draagkrachtcomponent in. Als veder uit wil drinken, wordt er een grenswaarde gehanteerd van zo'n 5 megapascal indringingsweerstand, dan is het nog veilig voor het vee om te drinken. Op het perceel, als die indringingsweerstand minder is dan 0,4 megapascal, ga je het helemaal kapot rijden als je dan met de machine opgaat. Dus als dat lager is, kan je er eigenlijk gewoon echt niet op. Er wordt ook wel genoemd dat bij een indringingsweerstand van 0,7 megapascal er geen sporen meer gereden worden en er ook geen schade meer is aan de grasmat. Dus dat is een beetje de range waar je zeker dan tussen moet blijven. Wat natuurlijk ook zou kunnen is op het moment dat pijl omhoog gaat, dat die draagkracht van 0,7 lang niet overal gehaald wordt. Dus het is ook gewoon belangrijk om de belasting af te stemmen op draagkracht. En gebruik dan bijvoorbeeld ook machines met bredere banden, zorg dat die druk minder wordt, dus stem de belasting ook van het perceel af op de draagkracht. Anders maak je gewoon alles kapot weer. En wat in dit project ook wel een eis is, dat die stabiliteit van die oever gecreëerd wordt door vegetatie. Dus we gaan niet kijken naar het slaan van dambanden, dat soort zaken. Het echt werken met de natuur, wat in dit project ook centraal staat. Nou, de veenweide sloot van de toekomst moet ook bestand zijn tegen pijlverhoging. En die hoge grondwaterstand waar ik het al over had, van zo'n 20 tot 40 centimeter onder maaiveld, wordt vaak genoemd als nodig om de bodemdaling tegen te gaan. Daarvoor heb je dus ook hogere slootpijlen nodig. En wel interessant uit de literatuurstudie blijkt ook al dat die hogere slootpijlen, van zo'n 30 centimeter onder maaiveld, een betere ecologische kwaliteit opleveren dan 70 centimeter onder maaiveld. Wat we ook zien uit pilots is dat in één keer het pijl fors verhogen niet gewenst is. Je wil namelijk wel dat langzaam doen, zodat zowel de inundatietolerante planten, dus de moerasplanten, als de drogere planten langzaam kunnen meebewegen met dat veranderend pijl. Anders kan het ook zijn dat die droge planten, die komen in één keer onder water staan, gaan dood, heb je weer die afkalving, weer een rechte overgang van land naar water. Nou, ook qua klimaat, je moet ook om kunnen gaan, de veenweide sloot van de toekomst, met die fluctuaties in weer. Denk met name ook aan extreme neerslagpatronen. En om die droogte en overschot op te vangen is waterretentie in het gebied wel een belangrijke. En daar kunnen met name die flauwere oevers ook wel bij helpen. Als dat water gewoon wat omhoog kan, dan heb je gewoon best wat volume aan opslagcapaciteit in het systeem. Verder zou het natuurlijk ook heel mooi zijn als de veenweide van de toekomst een positief effect heeft op het tegengaan van die verdere klimaatverandering. Nu stoten netto nog methaan uit. Baggeraanwas in de sloot is daar ook een belangrijke factor voor. Dus dat moet ook afnemen en daar helpen die stabiele oevers natuurlijk ook bij. Als laatste belangrijk, het financieel rendabel van het perceel. Het blijft agrarisch gebruik, dus het moet uit kunnen, laat ik het zo zeggen. Wat ook belangrijk is dat die gebruikswaarde ook blijft bestaan. Dus dat er geen rookbouw wordt gepleegd. Hè? Dus voederkwaliteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, leefmilieu moet allemaal gewoon in goede kwaliteit blijven. Bij de sloot met name ook het behoud van het areaal. Dus het stoppen van de afkalving is daar een belangrijk punt. Wat ons betreft kan dit, kijken we ook naar hetzelfde gebruik, maar potentieel ook andere gebruiken. Zoals bijvoorbeeld paludicultuur, zoals hier ook in het plaatje hieronder staat. Als het maar financieel rendabel is en er productie plaatsvindt. Nou, niet in elke zone zijn alle doelen even belangrijk. Dus binnen dit project focussen ook op een aantal hoofddoelen binnen de verschillende zones. In de waterzone is dat aan afvoer van voldoende schoon water. Dus er moet water kunnen stromen. En een goede ecologische kwaliteit. Dat zijn echt de hoofddoelen van de waterzone. In de oeverzone die onder water zit in de zomer, is het hoofddoel eigenlijk dat die stevig begroeid is. Zodat die dus niet meer afkalft en daar ook een goede ecologische kwaliteit heeft.
in de zone boven water, dus de oeverzone, dus waar de moerasplanten dominant zijn, maar die in de zomer boven water staan, die moet ook stevig begroeid zijn. Daar ligt een potentie dus voor je waterberging, hè? Dat is vaak nog een helling. Dus het water kan gewoon tot daar komen, die planten kunnen daar tegen die daar staan. En ook verdere biodiversiteit, andere typische moerassen, planten en dieren. Als we nog iets omhoog gaan, het hellende droge taluut. Dat is echt een mooie bufferstrook. Dus daar kan een kruidrijk, vochtig grasland. Dat heeft ook weer extra nut voor de biodiversiteit. Dus dat speelt daar, dat ook ja, je echt een buffer hebt tussen het perceel en de sloot. En dan op het perceel zelf is het hoofddoel organisch gebruik. Dan heel kort nog even over het beheer. Want je kan namelijk met beheer de vegetatie heel erg sturen. Je hebt met beheer heel veel invloed op je planten. In dit plaatje zien we op de X als links eigenlijk een slechte oeverkwaliteit en helemaal rechts het ideaalbeeld. Nou, wat betekent dat dan? Als je naar die pijlen daaronder kijkt qua oevervegetatie, heb je links geen oevervegetatie en rechts langs de hele oever een beschermende vegetatie die ook goed in de bodem wortelt en daarmee dus ook de bodem stabiliseert. Het bijbehorende profiel wat je dan vaak ziet is links een hele steile overgang van land naar water, dus misschien wel een hoek van 90 graden recht omlaag. En rechts een echt continuum, dus die echte gradiënt van land naar water met al die verschillende zones. Nou, als je helemaal links zit, kan het zijn dat je toch eerst een herinrichtingsmaatregel moet doen om ver genoeg te komen dat de vegetatie zich kan gaan ontwikkelen. Maar dit is eigenlijk maar, doe je maar kort. Op het moment dat het er mooi uitziet, dan kan je met beheer al veel meer doen. Dat zie je hier ook. Als je echt slecht zit, heb je vaak ook een ander type beheer dan op het moment dat je al goed zit. Dat noemen we dan ontwikkelbeheer. En dan kan je denken aan het verwijderen van ongewenste vegetatie, exoten, misschien ook het wegvangen van kreeft als die heel erg belemmerend zijn. Het volledig uitrasteren even totdat de vegetatie zich heel goed ontwikkeld is. Hè. Noem het maar op. En op het moment dat de kwaliteit beter wordt, kan je met alleen ecologisch beheer, zou je het in stand moeten kunnen houden. Dat noemen we dan eigenlijk ook instandhoudingsbeheer. Wat je hier ook ziet, is dat bij alle kwaliteiten je met ecologisch beheer wel een meerwaarde kan creëren. Met instandhoudingsbeheer kom ik zo nog verder. Wat ook wel even belangrijk is om te noemen, is dat er altijd ook risico's zijn die hier invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan rivierkreeft. Ook de mate van drooglegging hebben heel erg effect op wat je kan bereiken. Ja, maar goed, daarvoor zijn ook de ecologische sleutelfactoren wel interessant om eens te bekijken. Op dat instandhoudingsbeheer, waarom doen we dat nou eigenlijk? Dat is omdat we eigenlijk een tussenstadium van verlanding willen behouden in de sloot. Kijk, in rivieren doet het water het zelf, hè? Dat stroomt, dat zorgt voor erosie, dat houdt het zelf open. In stilstaand water kan het steeds ondieper worden en uiteindelijk verlanden. We hebben een literatuurstudie ook uitgevoerd naar de effecten van beheer op vegetatie. Een aantal, ja, niet hele nieuwe dingen denk ik, is dat te intensief beheer, werken met te zware machines of te veel vertrapping leidt tot afkalving en erosie. Dat wil je dus niet. Bemesting en stimulering van met name productiegrassen zorgt voor weinig stabiliteit. Die productiegrassen wortelen heel ondiep. Dan heb je een korte stevige laag, maar daaronder spoelt het gewoon weg. Dat poeseffect waar we het eerder ook over hadden. Die grassen kunnen ook meestal niet zo lang onder water staan. Dus dan heb je weinig stabiliteit en ook weinig waarde voor biodiversiteit. Door die te zware belasting kan je dus ook aanwas van dun slip krijgen in de sloot. Een soort tompoeseffect wordt ook wel eens genoemd. Als dat heel waterig is, groeien de waterplanten dan niet goed in. En dit heeft ook weer natuurlijk een effect op de methaan en andere broeikasgasuitstoot. Wat we ook weten is dat de helofieten, dus die moerasplanten, echt de oever kunnen beschermen. En zeker op het drogere deel, iets daarboven, kan een kruidenrijke vegetatie dat soms ook. Nou, waarom kan je nou sturen met beheer? Dat komt eigenlijk omdat alle planten anders zijn. En ze reageren niet hetzelfde op bepaalde stressfactoren zoals beheer. Ze hebben bijvoorbeeld ook een andere tolerantie tegen inundatie. Niet alle planten kunnen goed tegen onder water staan, terwijl anderen het juist nodig hebben om met de voeten in het water te staan. Dus met pijlbeheer heb je ook grote invloed op wat er gaat groeien. Ze hebben ook een andere stabiliserende werking. Sommige planten hebben penwortels die dieper gaan, terwijl andere veel meer rhizoomvormers hebben. Dus die maken echt een dikke wortelmat. Gevoeligheid voor beheer en dan ook periode, met name soorten die bijvoorbeeld zaden maken en daar ook afhankelijk van zijn voor hun voortplanting, zijn gevoeliger dan soorten die gewoon via uitlopers groeien.
Voedselrijkdom. Sommige planten kunnen er helemaal niet tegen, andere wel. Zout, eigenlijk hetzelfde. Met timing, frequentie, fasering, methode, machine, maar ook veedruk kan je dus sturen op die vegetatie. Het optimum, dus hoe vaak doe je wat, verschilt per perceel, per voedselrijkdom, maar ook per jaar. Hè, afhankelijk van het groeiseizoen kan het zijn dat je het ene jaar heel veel plantengroei hebt van een paal, en het andere jaar minder. Het is ook altijd goed om te kijken. Je hoeft niet altijd risicoloos het elk jaar hetzelfde te doen. Soms kan je ook een jaar misschien wel wat minder doen. Nou, ben je geïnteresseerd in wat meer orkengetallen, wat meer tips, kijk dan ook in ons rapport van de verkenningsfase van dit project naar de literatuurstudie. Daar staan nog heel veel bronnen in die ook denk ik relevant zijn. Nou, gezien tijd moet ik het daar nu even bij laten. Nou, mijn collega's die beantwoorden graag vragen en dan gaan we daarna verder met het verhaal van Laura. Dank jullie wel. Nou, dank Michiel. Ja, we kunnen hem niet live bedanken, maar ik vond het een hele mooie en duidelijke presentatie. Eigenlijk hier ook weer het belang van die oeverzone. En Michiel schetste ook een aantal randvoorwaarden om aan een goede ecologische kwaliteit te gaan voldoen. Hij schetste ook al wel een dilemma van eigenlijk als je een goede oever wil hebben, dan heeft hij een flauwe taluut. En dat gaat mogelijk wat ruimte vragen. Je haalt als het ware een stukje af van de veenweide. Dus dat is wel een dilemma wat hij ook schetste. En ik zag ook in de chat een vraag van ja, hoe breed moet dan die oeverzone zijn? Ik weet niet of iemand daar al antwoord op kan geven. Ja, kijk even naar. Ja, dat is goed. Prima. Nou, het is in heel veel plekken in het Veenweide heb je steile oevers, maar op heel veel plekken heb je ook verzakte oevers. Op die verzakte oevers is de draagkracht heel beperkt. En die geven dus in die zones krijg je wel, die dragen niet veel bij aan productie, maar die dragen wel bij aan stabiliteit en biodiversiteit in potentie. Dus de productie die je afhaalt van die verzakte oeverzones met een beperkte draagkracht is in mijn beleving beperkt. En dat geeft wel een enorme potentie om juist wel te werken aan die stabiliteit. Dus dat die plaatje wat ik liet zien waarin Zegveld die koeien in een oeverzone staan waar wel veel pitrus is. En daar zie je ook een hoge stabiliteit. Daar zakken je ziet vertrappingsschade is daar heel klein. Dus ik denk dat er juist heel veel potentie is. Omdat je eigenlijk zegt, ja, die vertrapte oeverzone is nu ook al agrarisch niet heel productief. Ja. Dus ja. En als je die anders inricht met oeverplanten, dan maak je er een stabiele zone van. En eigenlijk snoep je dan weinig van het weiland wat als weiland in gebruik is af. Ja, maar wat je wel het liefst zou hebben is dat daar ook een waardering tegenover staat. Dus dat is vanuit ANOB heb je botanische weiderand. Daar krijg je een vergoeding voor. Mm-hmm. Maar eigenlijk wil je dat je ook een waardering en een goede vergoeding voor het beheer van die zones. Ja, snap ik. Oké. Okay, Nou, Marit van Zanten is ook aangeschoven in ons overleg. Ze zit ook in de meeting, dus zij kan nog eventuele vragen beantwoorden over het verhaal van Michiel. Maar we gaan nu door naar Laura. Laura. Hoi. Klopt toch? Ja, klopt. Ja, volgens mij klopt het. Gaan we door naar Laura Moria. Zij is ook van het NMI en zij gaat ook nader in op wat die veenweidesloot van de toekomst is. Maar eerst even vooraf. Laura, waarom wilde je heel graag deze studie doen? Waarom wilde je dit project op je nemen? Nou, het is een beetje vergelijkbaar met Debbie, maar ik heb lang in het veenweidegebied gewerkt. En ik heb daar gedurende mijn werkende leven eigenlijk de waterkwaliteit heel erg achteruit zien gaan. En ik heb wel wat met sleutelfactoren en zeer de behoefte om die te vinden om die waterkwaliteit weer te verbeteren. Want ik denk dat er wel heel veel potentie zit in dat water. Er kwam net een vraag bij over waarom niet gewoon overal greppels doen.
Nou ja, we hebben heel veel sloten in Nederland. En water is echt een potentiële hotspot voor biodiversiteit. Mm-hmm. Ja. Oké. Ik weet niet of jouw presentatie klaar staat inmiddels. Ja. Gaat Suzanne die delen? Of ja. Je mag hem zelf delen, Laura. Dan kan je er zelf doorheen klikken. Ah, oké. Yes. Dan beginnen we weer met Debbie. Oh, sorry hoor, even. Ik wacht even. Dit is typisch natuurlijk. Ik kan het schuifbalkje even niet vinden. Maar hier begint mijn presentatie. Zien jullie nu allemaal mijn presentatie? Mm-hmm. Ja. Nou, ik val gelijk met de deur in huis en ik begin. Nee, we zien jou nog niet hoor. We zien nu nog die erosie en bagger, maar we zijn nog niet bij jouw deel. Dus je moet. Ik zie wel de presentatie. Ik zie hem wel. Zie hem wel. Laura, ja. Ik ook. Nee, dat wel, maar niet de goede slide. Je zit nog bij erosie en bagger. Toch? Ik zie. Nee hoor, Debbie, ik zie gewoon de presentatie Laura. Van Laura. Zie ik, nee, ik ook. Laura Moria staat er. Nee, die presentatie zie ik ook. Maar de slide van Laura, ja. Waar jouw deel van de presentatie begint. Ja. Bij 18, toch? Daar ik zit ik nu, toch? Ik zit op 6, maar oké. Hè? Nee, volgens mij gaat het gewoon goed. Begin maar, okay. Laura. Sorry. Oké. Nou. Het is altijd weer even ingewikkeld en het misschien een beetje een abrupte overgang, want ik wil gelijk de inhoud induiken, want ik heb niet veel tijd. En er is veel leuke eerste resultaten zijn er al om te laten zien. En ik wilde beginnen met de veensloottypes die we hebben gemaakt in de verkenningsfase van Feest. Ik zie ondertussen allemaal... dingen in de chat voorbij komen die me even afleiden. Ja, maar gewoon goed, niet naar kijken. Nee, precies. Nou, de veensloottypes. In de verkenningsfase, een van de resultaten van de verkenningsfase is deze kaart met veensloottypen. We hebben het agrarisch beheerde veenweide in Laag Nederland ingedeeld in 6 verschillende veensloottypen. Die zijn hier gekleurd met 6 verschillende kleurtjes op de kaart. Ja, want misschien hebben jullie al wel een vermoeden, maar de veenweidesloot die bestaat eigenlijk niet. En om toch een beeld te krijgen van welke sloten er dan wel bestaan in de praktijk, zijn deze op systematische wijze ingedeeld in deze verschillende types. En als je al goed naar het kaartje kijkt, dan heb je misschien al een beetje een vermoeden hoe die tot stand is gekomen. We hebben daarvoor 6 verschillende fysische eigenschappen gebruikt. En die zijn niet willekeurig gekozen. Maar die eigenschappen hangen sterk samen met de potentie van veenweidesloten of de wensbeelden, zoals Michiel die net ook al heeft gepresenteerd. En ook met de toepasbaarheid van verschillende maatregelen om tot die wensbeelden te komen. En nou ja, op deze manier hebben we dus de variatie in veensloten in Nederland in beeld gebracht. En die konden we ook goed gebruiken voor het selecteren van representatieve monsterlocaties voor de uitvoeringsfase. Want daarin willen we het volledige variatie in dat veenweidegebied graag in beeld brengen. Ik noemde dus net al die 6 verschillende fysische eigenschappen, zoals bijvoorbeeld drooglegging, maar ook de breedte van de sloot. Of dat type veen, waar er net al een vraag over voorbij kwam. Die zijn dus gebruikt voor deze kaart. En van al die 6 eigenschappen was er geo-informatie beschikbaar van heel Nederland. En we hebben dan middels een clusteranalyse deze kaart kunnen maken. En op de kaart is ook al heel duidelijk een verschil te zien tussen West-Nederland en het noordoosten van Nederland. Clusters zelf, de veensloottype 1 tot en met 3 komen vooral voor in West-Nederland. En dit zijn de waterrijke gebieden met meestal een kleinere drooglegging. Terwijl de sloten in Noordoost-Nederland vaak veel smaller zijn met een grotere drooglegging. En we zien ook verschillen in het kleigehalte. Vooral veensloot type 4 heeft een wat hoger kleigehalte, wat ook heel relevant kan zijn. En dat is bijvoorbeeld te zien in de Alblasserwaard onder aan het kaartje.
dat is denk ik wel wat ik hierover wilde zeggen. Nou, we hebben natuurlijk nu al een eerste jaar metingen beschikbaar. En op basis van deze metingen kunnen ook veenslootypen worden bepaald. En ik heb één van de kenmerken van die veenslootypen, de drooglegging, in dit figuur staan. En hier staat dus de drooglegging die we hebben gemeten in het eerste jaar, uitgezet op de y-as tegen de drooglegging die we hebben gebruikt voor de kaart op de vorige slide op de x-as. En de puntjes zijn gekleurd per waterschap waar de monsters zijn genomen. Nou ja, je ziet wel dat de puntjes enigszins de lijn volgen. En je ziet ook dat van ieder waterschap er ook wel punten dicht bij die lijn liggen, hè, waarbij de drooglegging hetzelfde zijn. Maar je ziet ook wel dat er nog wat spreiding is rond die lijn om. En een belangrijke oorzaak daarvan is dat er best wel een grote variatie zit in die waterschapsgebieden. Maar soms ook zelfs is de variatie op één perceel behoorlijk groot. En daarom is het is dus heel interessant om te kijken naar die standplaatsen waar we nu die metingen aan het uitvoeren zijn. Maar ook af en toe even uit te zoomen naar het gebied waar die standplaats onderdeel van is. Omdat er zo'n grote variatie is binnen die gebieden. En die ook relevant is voor wat je uiteindelijk op die standplaats ziet. Nou, verder zie je dat de spreiding in de metingen van het eerste jaar in droogleggingen best aardig is, hè. We hebben al een behoorlijke variatie. Maar we zien ook dat we nog weinig locaties hebben met een hele kleine drooglegging en nog weinig locaties hebben bemonsterd met echt een grotere drooglegging van hoger, meer dan 60 centimeter. Nou, dan het beeld wat we hebben van de veenweidesloten op basis van de metingen in het eerste jaar. Nou ja, we hebben dit bovenste schema van Michiel al voorbij zien komen in een eerdere presentatie. Maar in werkelijkheid zien we eigenlijk meer het beeld zoals op het onderste plaatje. Dit is een figuur van een van de dwarsdoorsneden die we hebben gemaakt bij de monsterlocaties. Nou ja, daarin valt op dat de oevers over het algemeen heel smal zijn. De waterdiepte zeer gering is en dat er vrij forse sliplagen in de meeste sloten aanwezig zijn. Ja, en we zien in de meeste gebieden dus dat vooral die aquatische oeverzone, die zone 2a, dat bovenste figuurtje, heel smal is en soms zelfs afwezig. We hebben maar een aantal gebieden dat deze zone echt wat breder is, bijvoorbeeld in Zegveld, het beheergebied van HDSR, of in de Krimpende Waard, daar zien we ook wel eens wat bredere zones. En daarnaast zien we dat de terrestrische zone, die zone 2b, vaak wel al wat breder is. Hè. Daar had Debbie het net al over. En dat is de zone waar dus nu ook al oeverplanten staan, die niet uit agrarisch productiegras bestaat. Maar deze zone is wel meestal nog smaller dan een halve meter. We zien ook dat de taluuts boven water best wel flauw zijn, zodat die oevervegetatie zich daar kan ontwikkelen. En dat de taluuts aan de bovenkant van het slip in het water ook wel flauw zijn. Maar als je kijkt naar de taluut van de vaste bodem onder een sliplaag, dan is die over het algemeen behoorlijk steil en soms zelfs bijna 90 graden. Nou ja, verder had ik al gezegd, de waterdiepte is veelal heel ondiep, gemiddeld zo'n 30 centimeter. En er ligt in bijna alle sloten veel slip, meestal meer dan een meter op het dikste punt. Maar toch zien we ook wel verschillen tussen gebieden. Dat Zegveld komt nu weer boven. Daar zie je bijvoorbeeld dat het slip niet helemaal tot aan de waterlijn ligt. En dat je dus ook een zone hebt langs de oever met minder slip. En we zien ook grote verschillen in het redoxpotentiaal dat we hebben gemeten in die sliplaag. Nou, en ik heb nu geen tijd om heel uitgebreid in te gaan op dat redoxpotentiaal. Maar dat is een indicatie eigenlijk voor de wijze waarop afbraak van organisch materiaal plaatsvindt. En die redoxpotentialen, we zien in een aantal gebieden hele lage redoxpotentialen. In de zone van methanogenese noemen we dat dan. En dat is de zone waarbij methaan, een van die sterke broeikasgassen, wordt gevormd. En dat zagen we eigenlijk in drie gebieden van alle gebieden waar we bemonsterd hebben veel sterker dan in andere gebieden. En dat waren de Ronde Hoep en Waterland en Spaarnwoude. Nou, dan de draagkracht van de oevers en onderholling. Het is ook al een paar keer voorbij gekomen. We hebben de draagkracht niet
direct gemeten, maar de indringingsweerstand, zowel op de percelen als in de oevers. En dat is een hele mooie indicatie van hoe stevig die oever is als er bijvoorbeeld een koe op gaat staan. En als die, Michiel heeft net al grenswaarde genoemd, als die onder de 0,5 ligt, die indringingsweerstand, dan is er serieus risico op erosie door vertrapping. En in dit figuur staat de indringingsweerstand op de y-as en de onderholling die we hebben gemeten op alle locaties op de x-as. En de puntjes zijn ook weer gekleurd per waterschap. En je ziet dat de meeste stippen onder de indringingsweerstand lager is dan die 0,5. En er dus wel risico's zijn op erosie door vertrapping. En wat je ook ziet is dat op de locaties waar we echt een forse onderholling hebben gemeten, van meer dan 50 centimeter, de draagkracht over het algemeen ook echt lager is dan op locaties waar we die onderholling in mindere mate zien. En wat ik hier ook nog wel even bij wilde zeggen, is dat dit dus de draagkracht is echt van die oeverzone zelf. En dat we ook de draagkracht op de percelen hebben gemeten. En dat we daar dus wel vaak wat hogere draagkracht zien in veel gebieden. Dan de begroeiing van de oeverzone. Ik heb net al iets over de breedte gezegd, maar de begroeiing hebben we natuurlijk ook gemeten. We zien eigenlijk dat het sluitingspercentage, dus de hoeveelheid oever die echt bedekt is met vegetatie, heel groot is. Vooral in de terrestrische oeverzone, boven water. Hij is wat kleiner al in die aquatische oeverzone. Maar in de twee histogrammen hieronder zie je dat de bedekking met die oeverplanten of moerasplanten, zijn ze ook al wel genoemd, emerse planten in jargon, die staan hier. En in het linker histogram staat de bedekking in de terrestrische oeverzone, in de rechter in de aquatische oeverzone. En je ziet dat zeker die terrestrische oeverzone, de bedekking met die echte oeverplanten ook best wel groot is. En in de aquatische zone al wat minder. Maar je ziet ook in de histogrammen dat de bedekking heel vaak niet 100% is. Terwijl we dus wel zagen dat dat sluitingspercentage, de totale bedekking met vegetatie, vrij groot is. En dat betekent dat een heel deel van de planten die op die oever groeien, droge planten zijn. En dat zijn planten die eigenlijk niet tegen langdurige inundatie kunnen, als pijlen worden verhoogd of er een grote peilfluctuatie in een gebied is. Nou ja, en verder heb ik hier ook nog een tabelletje neergezet van welke soorten er dan zijn gevonden. Soms zijn het toch best wel een flink aantal soorten, maar de meeste soorten die we hebben gevonden zijn toch wel soorten van wat voedselrijke omstandigheden. Nou ja, en dan naar de effecten van het beheer. Ik ben alweer afgeleid door die chat. Ik kan hier niet zo gemakkelijk. Ja, we hebben natuurlijk nog maar 1 jaar metingen en 1 jaar de proefopzet. Dus we kunnen nog niet zoveel zeggen over het effect van die beheerproeven. Maar er is 1 gebied die ook bemonsterd is. En dat is Zegveld, waar het beheer eigenlijk al veel langer anders is of is aangepast. Er wordt daar namelijk al 5 tot 6 jaar veel minimaler beheerd. De oevers worden helemaal niet gemaaid. Perceelranden worden minder frequent gemaaid. Meisel wordt daar afgevoerd. En sommige oevers zijn ook afgerasterd om vertrapping door vee te voorkomen of begrazing. En in Zegveld zien we ook, ik heb het al een aantal keer genoemd in mijn presentatie, echt andere sloten. We zien daar dus wel slip, maar vaak geen slip helemaal tot aan de grens van de waterlijn. We zien daar ook veel hogere redoxwaarden, dus geen methanogenese zoals ik dat net noemde. We zien ook een wat grotere draagkracht van de oevers, zeker als je dat vergelijkt met de draagkracht van de percelen. En we zien een bredere oeverzone met een gehoge vegetatiebedekking ook in dat water. Dus echt langs die waterlijn met de voetjes in het water. Wat je in veel andere gebieden in veel minder hoge bedekkingen ziet. En we zien dus ook minder onderholling in Zegveld. Het vermoeden is ook is dat die onderholling sterk samenhangt. Juist met die oeverplanten die in het water staan. Nou, een ander voorbeeld van het effect van het beheerproef na 1 jaar. Dit zijn 2 foto's van dezelfde sloot in de Ronde Hoep. De linker is gewoon het reguliere beheer. En op de
rechterfoto zie je het resultaat van 1 jaar niet maaien en het plaatsen van afrastering. Nou ja, dat is wel een vrij groot verschil. Hè? Dus veel meer vegetatie in ieder geval op de droge oever aanwezig in het rechterplaatje. Maar we willen natuurlijk met het hele Veenweide, of met dit onderzoek, eigenlijk deze plaatjes en foto's en de mededeling wat meer uit de anekdotische sferen gaan halen met een data-analyse. En daarom zijn we nu nog allerlei informatie aan het verzamelen, tot in vrij groot detail over bijvoorbeeld het beheer in op al die proeflocaties. Ja, en daarmee hopen we dan natuurlijk antwoord te geven op deze vraag. Hoe komen we bij het wensbeeld? Maar ook in de verkenningsfase en het eindrapport. Dus net ook al een link gedeeld in de chat. Staan ook al heel veel handvaten en algemene principes over hoe je met beheer bij dat wensbeeld komt. Michiel heeft er ook al een aantal genoemd. Het belangrijkste is eigenlijk gewoon geen vegetatie verwijderen. Tenzij het water niet meer weg kan stromen of een watergang helemaal dichtgroeit. Het is ook heel belangrijk om de wortels te laten staan. Nou ja, bij die enorme ruige vegetatie is het zinvol om maaisel af te voeren. En dan nog het ene laatste puntje, slip. Slip is best wel ingewikkeld en vraagt om veel maatwerk. Ik heb net laten zien dat er overal veel slip ligt. En dat betekent niet per definitie dat dat ook overal allemaal weggehaald moet worden. Want het is ook een best wel invasieve en risicovolle maatregel. Hè? Om zomaar te gaan baggeren overal. En zeker als er veel onderholling is en je slip verwijdert, heb je kans dat de oevers instorten en dat er gewoon weer heel veel nieuwe aanwas is van bagger. En het is ook belangrijk om altijd de vaste bodem met rust te laten. En misschien een open deur, maar het is ook heel erg belangrijk om alleen maar dat slip te verwijderen als dat ook echt in de weg zit. Hè? Als de waterdiepte te weinig, te gering is voor de ontwikkeling van vegetatie. Of als het slip, de structuur van het slip niet voldoet of het slip giftig is. En het lijkt dus een open deur, maar in de praktijk zien we eigenlijk nog wel heel vaak dat de baggerpomp bijvoorbeeld ook wordt ingezet om percelen te beregenen in droge tijden. En er dan dus veel meer slip wordt verwijderd dan strikt noodzakelijk is om tot je wensbeeld te komen. Nou, dat. En het laatste puntje is natuurlijk iets wat we ook duidelijk meenemen en waar we ook al in de verkenningsfase het een en ander over hebben gezegd is. Dat we de kreeft niet kunnen vergeten. En zeker in het westelijk veenweidegebied weten we dat die in grote getale aanwezig is en zich ook in de oever bevindt en zeker ook invloed heeft op de behalen wensbeelden. Nou, dat was het. Kan ik nu eindelijk naar die chat? Al die vragen. Niet schrikken van de chat. Die voorbij zag kloppen. Ik kan je even helpen. Want er zijn best wel veel vragen. We hoeven ook niet allemaal nu te beantwoorden. We kunnen ook antwoorden nog nasturen. Dus maak je daar geen zorgen over. Een van de vragen die ik er wel even uit wil lichten. Is toch een beetje de zorg over het peilbeheer. Van je wil een mooie oeverzone met oeverplanten en met waterplanten. Maar wat nou als je in één keer die waterstand omhoog zet en alle oeverplanten verdrinken, als het ware? Kun je daar iets over zeggen? Gaan jullie ook aanbevelingen doen voor het peilbeheer, hoe je daarmee om moet gaan? Ja, dat is wel het idee, inderdaad. En het eerste idee, inderdaad, wat er ook al in de verkenningsfase is genoemd, de eerste principes, is dat je dat graag geleidelijk wil doen. En daar zag ik inderdaad een vraag over. Geleidelijk, dat zodat die vegetatie zich dan kan aanpassen. Want we hebben in sommige gebieden gezien waar echt vooral de droge soort op de oever voorkwamen en plotseling waterpeilen omhoog zijn gezet, dat die halve oevers gelijk zijn weggespoeld. Omdat daar de vegetatie daar dus niet tegen kan en dan dus ook geen bescherming meer biedt. Ja. Nou ja, dat heb je dus wel nodig. Ja. Mm-hmm. Nou, het is heel mooi als daar dan ook aanbevelingen voor komen. Verder zou ik een aantal vragen, met name over bebouwd gebied. En die wilde ik toch eigenlijk even parkeren, omdat we het hier toch wel met name over agrarisch gebied hebben, veenweidebeheer. Dus ik denk ook dat we met dit onderzoek die vragen niet gaan beantwoorden over bebouwd gebied. Verder zag ik een aantal vragen over het beheer en onderhoud en baggeren.
Komen jullie ook met aanbevelingen van hoe je dan moet gaan baggeren? Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. We hebben het vooral over maaien en baggerbeheer. Ja. Oké, dat is mooi. Want er zijn zorgen over het krabbenscheer inderdaad. Als je rigoureus gaat baggeren, dat je dan ook meteen je hele krabbensfeer kwijt, krabbenscheer kwijt bent. Ja, nee, baggeren is, wat ik al zei, is een eentje die echt vraagt om maatwerk. Ja. Oké, nou, dat is mooi. Ja. In een notendop waren dit volgens mij een beetje de vragen. En ik denk dat de tijd te kort is om ze allemaal te gaan beantwoorden. Ik kijk nog even naar Marit. Wil jij misschien nog iets zeggen? Namens Floron. Nou, dan gaan we gewoon door naar de uitvoeringsfase. En dan gaan we weer terug naar Debbie. Ja, als Laura de presentatie voor kan houden. Ja? Graag. Ja. Dus Debbie, van wat we nu tot nu toe allemaal gehoord hebben, ging met name over de voorbereidingsfase. Hè? De literatuuronderzoek, kijken van waar je dan die proeven wil gaan doen. En ja, daarna komt de uitvoeringsfase. En daar wil jij nu iets over vertellen. En ook een soort oproep aan de deelnemers om zich te melden, begreep ik. Dus misschien kun jij nu iets vertellen over die uitvoeringsfase. Ja, even door één doorlopen. Ja. Nou, de uitvoeringsfase heeft Laura natuurlijk al een eerste tip van de sluier opgelicht. Dus we hebben met elkaar nu beelden gedeeld van hoe ziet die Veenweidesloot eruit? Waar hebben we het nu precies over? Wat zijn de uitdagingen en hoe zou je daar met beheer en onderhoud op kunnen sturen? Er zijn algemene ideeën over wat goed is voor beheer en onderhoud. Maar de details, ook in de chat zag ik het ook voorbij komen over hoeveel ga je baggeren? Met een baggerpomp ga je uit de hart van de sloot en dan hou je een klein beetje weg. Hoe gebruik je de machines? Heel veel gaat over details. Dus aan de ene kant probeer je algemeenheden en handelingsperspectief en een goed idee te krijgen over wat moet je nou waar doen. Maar details maken uit. Welke planten staan er? Als we het hebben over peilverhoging, ga je dan van min 80 naar min 50 met een steile oever? Nou ja, niet een heel groot effect. Ga je van min 40 naar min 20 met een hele flauwe oever? Als je dan 10 centimeter opzet, verzuip je gewoon een meter oever met alle kruiden die daar dan in een beheerpakket met botanische weiderand over de afgelopen 20 jaar zijn ontstaan. Dus die details maken gigantisch uit in waar je het over hebt. Dat geeft ook aan waarom dit project zo onwijs leuk is. En waarom het ook zo onwijs leuk is dat je echt ook naar buiten moet. Want je kunt dit soort dingen allemaal helemaal niet van achter je bureau bekijken. Je moet gewoon het veld in, je moet kijken, je moet voelen. En dat hoop ik dat jullie ook een beetje meekrijgen. Dat je niet meer wordt geslagen door, oh, het is complex, ik wil het niet. Maar dat je denkt, oh, cool, er zijn gewoon heel veel dingen mogelijk. Er zijn oever, de stabiliteit van oevers lijkt gewoon helemaal niet zo heel hoog te zijn. Maar dat geeft ook weer een hele grote potentie. Ga alsjeblieft naar buiten. Ga kijken naar die sloten. Ga er, weet je, op zaterdagmiddag als je niks te doen hebt, loop gewoon het Veenweide in en ga kijken. En ga ook onder de waterlijn voelen van dat dunne slip. Waar hebben we het dan over? Die slip in de sloot, waar hebben we het dan over? Wat zien we groeien? Het is echt fascinerend. Dus dat even als oproep. Dan terug naar de onderzoeksvragen, want we zijn hier natuurlijk ook een project aan het doen met de onderzoeksvragen. Daar hadden we er 3 van geformuleerd. Laura, wil je doorklikken? Dus de eerste was van hoe typeer je een sloot en hoe kun je met beheer en onderhoud het wensbeeld bereiken. Nou, daar is best wel veel in de verkenningsfase, veel literatuur over gevonden. Daar is veel veld en ervaringskennis aanwezig. Dat hebben we ook geprobeerd te bundelen in ons rapport met een eerste versie van een beslisboom en een soort gestandardiseerde matrix van wanneer wil je nou. Wat verstaan we over overgangsbeheer en wat verstaan we over instandhoudingsbeheer? Als je dan gaat hebben over slooppeil verhogen, dan wordt het wat dunner gezaaid. Er zijn wel recente proeven in het agrarische gebied. Er is veel meer ervaring in het natuurgebieden.
En dan is terughoudend beheer is sowieso heel vaak een uitgangspunt in natuurgebieden. Maar ook daar kunnen we van leren. Maar als we dan gaan kijken van wat is dan de relatie tussen beheer en onderhoud en peilverhoging. Dan wordt het gewoon heel dun gezaaid. Laura, wil je eentje door? Dus waar gaan we ons nu vooral ook op richten? Nee, terug. Dank je. Eén terug. Ja. Het onderste balkje geeft namelijk aan wat zijn we nu aan het doen. En we hebben eerst de beelden ook al van gedeeld. Maar dus het eerste is een soort verificatie van wat hebben we gevonden in de literatuur wat betreft onderzoeksvraag 1. Maar voor onderzoeksvraag 2, dat werd al wat complexer. En daar hebben we dus WP1 en WP2 voor om het aankomende jaar nog meer informatie op te halen en ook de beheer en onderhoud te koppelen aan de dataset. Dat hebben we nu nog niet gedaan. Hè? Dus we hebben nu vooral jullie gedeeld van wat zijn de beelden, hoe ziet de sloot van de toekomst er nou eigenlijk uit. Maar de koppeling met beheer en onderhoud gaan we ook nog maken. Dus de interviews worden ook nog gevoerd en in de dataset gezet en geanalyseerd. Dus dat wordt hartstikke spannend. Lijkt me heel leuk. En het laatste is vanuit WP2 echt dat je vanuit die proeven gaat kijken van hoe kun je nou onderbouwen wat als bij verschillende pijlen hoe je dat beheer kunt inrichten om tot stabiele systemen te komen. Dus dat is waar we ons mee bezig gaan houden. Dus wat je in de toekomst van ons gaat horen gaat vooral over de relatie ook met beheer en onderhoud waarin echt details uitmaken. Uitgangssituatie moet supergoed gedefinieerd zijn. Risico's moeten gedefinieerd zijn. En hoe je daar kan komen. Dan volgende plaatje Laura. Ja, dit had ik ook al even genoemd, maar er zijn heel veel opgaves, maar heel veel partijen kijken naar een bepaald onderdeel van de sloot. Dus KRW kijkt naar het natte deel, biodiversiteit, we hebben heel veel ANOB-pakketten, die gaan over slootschonen, ook over baggerpompen, maar ook over botanische weideranden, ook al een paar keer genoemd. Dus dat zijn ANOB-pakketten, dus boeren, natuur en agrarische collectieven, die zijn daar ook een heel belangrijke partner. En natuurlijk zijn de boeren een heel belangrijke partner, want zij moeten zorgen voor de agrarische productie, maar ook het beheer van de sloten en van de oevers uitvoeren. Volgende slide, Laura. Ja, stop. Dus we hebben het bij FACE vooral over dit deel, maar wel in relatie tot al die andere opgaves en het verhogen van het slootpeil in die 2A-2B-zone. Nou, dan gaan we naar WP3, dat is de allerlaatste slide. Ja, en nou wil ik Martijn Thijssen uitnodigen om ons te helpen met wat gaan we nou precies doen met die WP3 en hoe kunnen jullie ook daarin bijdragen. Als je zegt van ik ben nu al enthousiast, zet je mail in de chat en dan kunnen we je in ieder geval ook meenemen in de uitnodiging voor WP3. Martijn. Ja, dank je Debbie en hallo allemaal. En top dat jullie hier in grote getalen zijn. Des te meer omdat we jullie gewoon ook heel erg hard nodig gaan hebben in de komende tijd. Want wat wij uiteindelijk natuurlijk met FACE willen is dat we een verandering in de praktijk teweeg brengen. Die de handvatten daarvoor bieden. Die ervoor zorgt dat we uiteindelijk die veenweidesloot van de toekomst gaan realiseren. Je hebt uit de twee voorgaande sheets van Debbie en eigenlijk uit de verhalen überhaupt hier voorafgaand aan wel denk ik de boodschap meegekregen dat het een behoorlijk complexe verhaal is. Waar allerlei, niet alleen technisch inhoudelijk complexe vragen bij spelen, maar waar ook allerlei verschillende beelden bij bestaan en verschillende belangen ook omheen bestaan. Hè. Dat gaat over natuur, het gaat over landbouw, het gaat over waterbeheer, het gaat over watercapaciteit, kwaliteit, et cetera, als je het hebt over de veenweidesloot van de toekomst. Dus dat is gewoon een heel ingewikkeld, ingewikkelde contexten waar wij in functioneren. En uiteindelijk willen we effectief zijn. En
Dat kan eigenlijk alleen maar als we ervoor zorgen dat we goed aangehaakt zijn bij datgene wat er speelt in de wereld van de veenweidensloot. En daar hebben we dus een apart pakket voor ingericht binnen Feest. Dat noemen we WP3, communicatie. Maar communicatie mag je hier in wat engere zin des woords zien, maar ook in de bredere zin des woords. Dus wat we hebben gezegd van ja, sowieso moet iedereen weten dat we met Feest bezig zijn. En iedereen moet snappen dat dit een item is voor de toekomst. Om veranderingen in te gaan doorvoeren. En dat hebben we agenderen genoemd. Dat onderdeel van WP3. Maar aan de andere kant willen wij ook dat datgene wat wij maken. Dat optimaal aansluit bij wat er in de praktijk speelt. Dus daarvoor hebben we beleidsmakers, uitvoerders bij water. Waterschappen, handhavers bij waterschappen, maar ook uiteraard agrariërs, loonbedrijven, et cetera. Die hebben die kennis over die praktijk en over de doorwerking van het beleid van waterschappen en provincies. En die kennis moeten wij meenemen in het maken van onze producten, van onze adviezen, die uiteindelijk, als het goed is, in 2026 vanuit Feest naar voren gaan komen. Dus we willen graag jullie kennis en ervaring ophalen en dat omzetten naar een werkbaar advies. En eigenlijk, dan hebben we het dus meer over, niet over dat agenderen, maar we hebben dat onderdeel hebben we onderzoeken genoemd. Daar zien we eigenlijk, zoals we het nu zien, maar we moeten even kijken of dat ook daadwerkelijk over die looptijd helemaal zo uitgevoerd gaat worden. Dat is mede afhankelijk van waar we tegenaan lopen. Maar zoals we het nu zien, hebben we dat in drie fases opgedeeld. En in de eerste fase willen we vooral de kennis gaan ophalen die er nu bestaat over het beheer en onderhoud. En de kansen en de knelpunten die daaromheen geïdentificeerd kunnen worden. En dat willen we eigenlijk doen aan de hand van een drietal workshops. Waarbij we vertegenwoordigers van individuele groepen eigenlijk uitnodigen. Dus we willen graag in eerste instantie een workshop doen. Bijvoorbeeld met mensen van de waterschappen. En dan wel met een brede geleding van die waterschappen. Dus niet alleen de beleidsmakers. Maar ook degenen die in het veld lopen. Of misschien wel juist degenen die in het veld lopen. Dan hebben we dus een overzicht van wat er allemaal bekend is en waar we kansen en waar we knelpunten en zo zien. En dan gaan we kijken van hoe kunnen we nou aan de slag met die kennis en met die kansen en die knelpunten. En dan trekken we ook graag nog een wat bredere doelgroep erbij. Want ook dan wordt ook de wetenschap wordt steeds interessanter. Om te horen hoe zij nou aankijken tegen die dingen die we geconstateerd hebben. Welke oplossingsmogelijkheden zij zien. En dan uiteindelijk moeten we dat natuurlijk bij elkaar brengen. En doorvertalen naar afwegingskaders en naar adviezen voor degene die daadwerkelijk in het beheer en onderhoud van sloten aan de slag zijn, maar ook waarschijnlijk voor het beleid. Dat doen we verdeeld over 2004. Nee, dat is inmiddels verdeeld over 2025 en 2026. Wij hadden gehoopt een eerste workshop te organiseren in november. Eigenlijk hadden we dat staan voor komende donderdag uit mijn hoofd gezegd. Maar we waren iets te ambitieus daarmee. Met name in de gedachte dat we daar voldoende mensen voor zouden kunnen krijgen. We hebben dat nu verplaatst naar begin 2025. Dus als je geïnteresseerd bent, stond ook al in de chat, dan laat je e-mailadres achter in de chat. Je kunt ook een e-mailtje sturen naar Marieke Leentvaar. Ik zet haar e-mailadres nu in de chat. Als je nog wat iets meer wilt laten weten van waarin je dan geïnteresseerd bent, dan Marieke Leentvaar van Waaloord, bureau Waaloord, die doet inhoudelijk de workshops, trekt inhoudelijk de workshops.
Joost. En Jolien Verwij van het feestteam is degene die WP3 verder trekt vanuit het team en alle dingen weer terugbrengt in ons teamoverleg. Dus we nodigen jullie van harte uit om hierbij betrokken te zijn in de komende jaren. Want we hebben jullie daar gewoon echt, echt hard voor nodig. Oké, dank mooi. Alvast. Dank Martijn. Ook. Ik hoor iemand Martijn roepen de hele tijd. Een kleine correctie. De mails mogen naar mij. Jolien Verwij. Oké. Zet je mail dan ook even in de, ja. In de chat, Jolien. Nou, fijn ook dat je een uitnodiging biedt aan de deelnemers. Ik stel voor dat we ook bij de nazorg, als jullie straks allemaal een link krijgen naar deze video en de presentatie, dat we nog even neerzetten bij wie je kunt melden. Zodat dat voor iedereen duidelijk is. Wilden we even terug naar Debbie. Ik vond het heel mooi. Eigenlijk was je heel hoopvol, hoorde ik. Zelf ben ik ook al hoopvol. Want ik denk, ja, goed oefenbeheer, zo vreselijk ingewikkeld is het volgens mij ook weer niet. Dus ik hoorde vaak het woord ingewikkeld vallen. Soms gaan dan luiken dicht bij mensen van, nou, ik begin er niet aan. Maar volgens mij moeten we er juist wel aan beginnen. En kom met gewoon hele praktische handreikingen voor de waterschappen of voor de agrariërs van hoe je dit uit kunt gaan voeren. En volgens mij komen die er ook. Dus dat is heel erg mooi. Ik zag in de chat ook wat praktijktips over afrasteren en dat soort zaken. Nou, wat we al eerder zeggen, niet alle vragen zijn beantwoord. Dus die worden nog beantwoord later. En daar krijg je een overzichtje van de antwoorden. Rest mij eigenlijk gewoon om deze bijeenkomst af te sluiten. Nou, dank voor jullie deelname allemaal. Mocht je meer willen weten over dit project, dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van het VIP-NL-programma. Of via de STOA. En wij hebben zelf ook een maandelijkse nieuwsbrief. Dus daar kun je ook voor aanmelden. Daar zullen we ook af en toe terugmelden over dit project. En even voor wie VIP-NL nog niet kent. Dat is een heel groot onderzoeksprogramma. Gefinancierd voor een groot deel door het ministerie van LNV. En waterschappen en provincies die betalen daar ook aan mee. Dus dit nog even van waarom staat hier het VIP-NL-logo. Ik hoop dat dat voor iedereen nu duidelijk is. Dit was eigenlijk een beetje een tussenstand van het feestprogramma. Ik vond het best wel een feest om te zien wat er allemaal gedaan wordt. Jullie worden uitgenodigd om mee te gaan denken en mee te gaan doen. Voor workshops onder andere. En het programma loopt tot en met 2026. Dus we zijn hier nog niet klaar mee, wil ik maar even zeggen. Nou, bedankt voor jullie aandacht allemaal. En dit was ook een eerste start van een reeks van webinars van de STOA. Dus er komen nog andere webinars. En het volgende webinar zal gaan over waterkwantiteit en veengebieden. Die zie je nu even in beeld. En hoe zit het nu eigenlijk met de juridische aspecten in het veengebied. En dat noemen we dan de governance. Dus deze twee webinars, die kunnen jullie verwachten begin 2025. Nou, ik hoop dat jullie het allemaal interessant vonden en wellicht tot de volgende keer. Tot ziens allemaal. Bedankt.